Stadspodium Utrecht organiseert voor het eerst een podiumdebat in het Zimmick Theater Stephanus. Met als thema werkloosheid onder allochtonen. En het podium is deze boksring. Are you ready to rumble? De gemeente organiseert regelmatig een stadsgesprek op het stadskantoor. Hartstikke goed, moet blijven. Maar er staat deze stad op één been. En als Utrechters ook een eigen stadsgesprek organiseren, zoals hier, voor, door en van Utrechters, heb je twee benen. Van de stad op twee benen is het van iedereen. En dan kan die groeien en bloeien. En dan maken we iets van ons allemaal. Daarom hebben we het georganiseerd. Wie zijn jullie eigenlijk? Stadspodium Utrecht. Een nieuw initiatief in Utrecht. Ja. En we zijn een kleine groep van een achttal, nu acht, maar dat kunnen er ook 80 zijn. Dus iedereen is welkom om aan te sluiten. Bevlogen Utrechters die vinden dat er meer goed gesprek in Utrecht nodig is. Want een goede gesprek, goed nadenken over oorzaken, dan pas weet je of oplossingen in de stad ook echt gaan werken. Dat is nodig. En waarom hebben jullie vandaag gekozen voor een thema als werkloosheid aan allochtonen? De extreem hogere werkloosheid onder allochtonen. Dat zorgt er ook denk ik voor dat je het risico loopt dat het cement uit Utrecht verdwijnt. Het samenleven in de stad staat dan eigenlijk op het spel. En als dat zo blijft en niet wordt opgelost, dan is het misschien ook een voedingsbron voor radicalisering of voor uit elkaar groeien van de samenleving. En dat moet je niet willen. En daarom was dit eigenlijk een logisch begin van het Stadspodium Utrecht. Al ruim 40 jaar weten we dat discriminatie een probleem is en meespeelt bij het verklaren van werkloosheidsverschillen tussen allochtonen en autochtonen op de arbeidsmarkt. Dus dat het een probleem is, dat zijn we het al heel lang, zijn we al heel lang over uit. Maar we doen er nog niks aan. En wat is jouw boodschap eigenlijk naar de gemeente toe? Ik denk dat de gemeente in ieder geval met een goed plan moet komen over of ze wel of niet doelgroepenbeleid willen voeren. Doelgroepenbeleid, dat weten we uit onderzoek dat werkt. Streefcijfers bijhouden, of streefcijfers vaststellen, bijhouden of je die haalt, et cetera. En dat gaat niet vanzelf weg. Dan moet je echt met concrete maatregelen komen om over hoe je dat aanpakt. Hoe je selecteert op kennis en vaardigheden in plaats van op iemands naam. Ik heb ruim 26 keer tussen juli en augustus gesolliciteerd. Nu zijn dat de zomermaanden, dan ligt iedereen gewoon plat. Op vacatures die open stonden. En juist in de zomermaanden heb ik het over vacatures zoals winkelmedewerker, vulploegmedewerker, kassamedewerker. En dat soort eigenlijk minimalistische baantjes om gewoon een baantje te kunnen krijgen om geld te kunnen verdienen. En juist in de zomermaanden gaan die baantjes juist beschikbaar worden. Dus ik vind het wel heel erg mooi om dat zo heel abstract te schetsen. Maar in de realiteit is dat helemaal niet waar. Met het woord allochtoon is helemaal niets mis mee. Maar de betekenis die het CBS destijds gaf aan het woord is anno 2015 verre van waar het voor staat. Hoeveel mensen realiseren zich dat de drie prinsesjes van Nederland samen met hun papa en mama, koning en koningin der Nederlanden, ook allochtoon zijn? Nee, bij allochtoon denkt men toch aan iemand met donker haar, bruine ogen en een naam die moeilijk te spellen of uit te spreken is. We kunnen de hele avond hebben over quota, sancties en boetes voor uitzendbureaus en bedrijven. Maar laten we elkaar juist labelen op basis van wat iemand kan en niet hoe iemand eruit ziet. Of in een hokje plaatsen omdat iemand ergens voor staat. En niet omdat zijn ouders ergens anders vandaan komen. Dankjewel. In Overvecht is dat ook even heel duidelijk geworden. Is dat daar echt werkloosheid onder inderdaad een specifieke groep Utrechters inderdaad veel hoger is dan bij anderen. Dus daarom hartstikke goed dat we vanavond deze hebben. En nou, toch een beetje de zon schijnt vandaag, maar economisch gezien komen we weer in een lift. Dus er wordt inderdaad ook echt door werkgevers via nieuwe werknemers gezocht en gevraagd. En laten we dat nou even iets makkelijker maken dan gisteren. Is het goed dat zo'n onderwerp als discriminatie op zo'n avond wordt besproken hier? Heel goed. En we bespreken het veel vaker. 3 weken geleden was ik in Leidsche Rijn. 6 weken geleden was ik inderdaad in Zuilen. Het onderwerp leeft heel erg. Dat is goed. Maar nu moeten we stappen zetten.
En welke stappen wilt u gaan zetten? Nou, we zijn al heel hard bezig als gemeente. Als je geen werk hebt, is het heel erg belangrijk om in contact te komen met werkgevers. Dat kan via de brief. Nou, we zien allemaal is tot daar echt wel vraagstukken zijn van word je wel uitgenodigd, verkeerde naam. Dat is ook allemaal in het podium besproken. Mag niet, kan niet, moet je gelijk op reageren. Meld het bij iedereen. Maar daarnaast is het zo belangrijk om live contact te hebben, netwerk. Als je ziet hoe je snel aan een baan kan komen, is een netwerk enorm belangrijk. En dat zijn we nu aan het versterken. Nou, ik heb bedrijven meegemaakt die toen ze stopten met alleen maar meer van hetzelfde in het personeel aannemen en zorgden dat er diversiteit was naar de klanten toe, die toen veel meer klanten binnenhaalden. Hoeveel klachten van bij artikel 1 gaan eigenlijk over discriminatie? Al jarenlang een derde deel van alle klachten die bij ons binnenkomt. Sommige jaren is het zelfs hoger. Dus dat zijn er heel veel. En alleen al voor de stad Utrecht hebben we afgelopen jaar 73 concrete meldingen gehad over discriminatie op de arbeidsmarkt. Ik denk dat de gemeente Utrecht daar een belangrijke rol in kan spelen. Ten eerste is gemeente Utrecht een van de grootste werkgevers in de stad. En er is wel een vacaturestap, maar er is wel ruimte voor stageplaatsen, voor trainees en mensen die op detacheringsbasis ingehuurd worden. Ik denk dat het tijd wordt dat ze dan met streefcijfers gaan werken, dat vooral migrantenjongeren een extra kans krijgen. Dat is één ding wat ze kunnen doen. Wat is een belangrijk onderschatte verklaring voor de vele hoge werkloosheid onder allochtonen? Nou, wat ik denk dat er vooral gemist wordt, dat zijn de netwerken die vooral heel veel jongeren missen. En dat bedoel ik de netwerken waar zij moeilijk toegang tot hebben. Als je gaat vergelijken welke netwerk een autochtone, om maar die term te gebruiken, heeft. Via zijn ouders, via zijn familie, vrienden, misschien ook via de school en sportclubs. Dat is vele malen groter dan wanneer je dat gaat vergelijken met het netwerk wat een autochtone jongere heeft. En vooral als het ook gaat om bepaalde functies waar deze jongere misschien voor studeert of uiteindelijk in wil gaan werken. Nou, die zijn heel erg beperkt en dat maakt dat uiteindelijk zij moeilijk die toegang hebben. En ja, de discriminatie is natuurlijk ook een feit, dat weten we. Toevallig hebben we ook iets over de politie gehoord. Maar het wordt natuurlijk wel versterkt als je niet de mensen kent die jou ergens naartoe kunnen leiden. Persoonlijk vind ik zelf dat de lokale overheid inderdaad moet streven vanuit dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan participeren in de samenleving. Ik zou echt gaan kijken van, nou weet je, het inclusief beleid ga ik verder vorm blijven geven, maar hoe kan ik in het proces daar naartoe ook die andere burgers meenemen om het inderdaad goed stevig neer te zetten. En vooral ook heel veel aandacht aan discriminatie en met name bij werkgevers. En dat kan de gemeente doen door die voorbeeld te nemen. Van nou, kijk eens, luister eens, dit is wat wij doen en dat verwachten wij ook van jullie. En wat is de reactie geweest van de gemeente daarop? Die komt nog. De gemeente doet met heel veel partijen zaken. Er is een enorm budget, er zijn heel veel partijen in, heel veel bedrijven. En als daar bij die bedrijven dan sprake is van discriminatie, moet je als gemeente zeggen, met jou doen we geen zaken meer. Dat is volgens mij een concrete maatregel waar we morgen de wethouder al mee op pad kunnen sturen. Want dat was volgens mij een van de vragen die er was. He? Waarmee zit je hem? Alle Utrechters kunnen nieuwe onderwerpen aanmelden via onze website www.stadspodiumutrecht.nl of rechtstreeks of op zijn avond komen. 8 oktober en 3 december hebben we deze zaal opnieuw gereserveerd. Volgend jaar hopelijk 1 keer per maand. De onderwerpen kunnen van de Utrechters komen. Dus van harte welkom. Nou.